Als je mij vraagt wat mijn job exact is, kan ik dat niet zeggen, omdat ik van alles doe. Zo ben ik bijvoorbeeld vandaag technieker. Dat klinkt heel stoer, maar eigenlijk basically wat ik vandaag moet doen, is voor Joe een mobiele studio opbouwen in de loft, in de living eigenlijk, van de loft van Evi Hansen in Antwerpen. Dit is iets anders, hè. Maar het is wel de eerste keer dat ik dat helemaal alleen moet doen. Maar hey, geen stress, ik heb 3 uur de tijd om dat te fixen. En het coole is dat er iemand is ingehuurd om die studio te gaan halen in Vilvoorde en voor de deur af te zetten. Heel veel sleuren moet ik al niet doen. Just. Uw antennes richten die tot... Hi. Tot in de badkamer. Zijn je er klaar voor, Lente? Yes. Wat gaat jij doen? Ik ga zitten. Ja. Een beetje chillen. De studio is helemaal opgebouwd. En nu gaan we opnemen. Of mogen we dat niet zeggen? Moeten we doen alsof dat live is? Ah, oké. We mogen verklappen dat het niet live is. Maar we gaan wel dat zo laten klinken dat dat wel live lijkt. En niemand gaat dat doorhebben. Omdat wij zo'n professionals zijn. Zijn je klaar? Volledig ready. Kennen ze nu dat cool effect van dat je precies een selfie aan het maken bent en dan gaat in één keer de camera zo toch weg en dan... Dus dat en dan zo... Zo van... Ben je content, Lenke? Ja. Toppie. Je hebt ook goed gewerkt. Heb ik goed gewerkt? Ja. Dus dit is de loft van Evi, de living eigenlijk. En hier hebben we een studio gebouwd. De studio. Koffie. Heel belangrijk, laptop van Lenke. Lenke zelf. Nog koffie. Maxime, kun je tonen wat jij doet? Deze kant doen we de volledige bediening van alle camera's hier. Kunnen we gewoon een steekje meekijken. En als je dan hiermee snel kijkt, in de badkamer. Wow, maar Evi staat niet in de badkamer. Daar staat Evi. Dat is eigenlijk daar. Zo, daar. Straks misschien wel in haar badkamer. Jij gaat hier blijven zitten. Ja, tuurlijk. Dus dan moeten wij netjes praten. Dus. Nee, moet je zelf zijn. Ja, maar nee, dat moet aan ons echt niet vragen. Om jezelf te zijn? Nee, liever niet. Ze hebben zich nog vlug geschminkt om dit te doen eigenlijk. Ah, we zijn echt al bezig. Ja, het zal wel zijn. Doe maar. Dat is een vlog, hè, snap je? Ja, maar ja, dat is bijna 40, hè. Dat is... Hoe oud ben jij? 29. Ah, maar ik zet nog altijd een videorecorder in, hè. Ja, ja. En cassettes heb ik ook nog. Ah, ja, 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 oké. Heb jij nog een cassette recorder? Moet je ook nog zo trappen in je auto? Zo trappen om de vloer. Zien wij er al toe? Nee, maar ik heb nog wel een 4 Vitesse en een Choke. Nee, nee, we hebben een chique auto, want wij zijn 40, wij kunnen dat betalen. En BV's ook, hè? Rijke BV's. Rijk? Nee, rijk getrouwd. Ah, nee. Maar vonden jullie het leuk, de uitzending? Nee, ik vond de kat een beetje dat we een beetje tegenviel. Ik vind, dat klikt niet zo en je voelt dat meteen. Ja, ik zou het niet uitzenden, eigenlijk. Oké, we gooien het weg. Of gewoon alleen mijn stukjes en de platen. Ja, dat doen we. Draai gewoon alleen muziek. Dat is echt een topuitzending. Nu gaan we vlug terug opruimen, want zo'n studio in de loft van Evi Hansen is allemaal tof. Maar die wil dat niet. Allee, die wil niet dat dat blijft staan natuurlijk. Je moet ook kunnen eten en zo. Dus we gaan het opruimen. Ik zit nu op het dak van Evi Hansen. En dat is echt geen grap. Allee, dit is eigenlijk haar dakterras. Maar ik moet op het dakdak, waar dat je normaal niet op moet. Omdat we een raam hebben afgeplakt, omdat er te veel licht binnenkwam. Echt een heel gedoe. Maar je moet gewoon zien dat ik er niet afdonder. Want stel je voor dat je van Evi Hansen naar het dak valt. Zou schoon staan op hetlaatstenieuws.be, waarop iedereen dan reageert en zegt dat het de schuld is van de politiek. Voilà, we moeten eraf. Je kijkt hier in de keuken van Evi Hansen. Dat is haar frigo. Zien dat ik niet in haar plantenbak ga staan. Het is gelukt. En de studio is weg. Super! Evi, je hebt uw living terug. Maakt u dat blij? Ik ga nu een middagdutje doen. Of schommelen. Allee, nee, ik ga slapen. Dag! Voilà, alles is klaar en opgeruimd. Nu, next step is het programma dat we net hebben opgenomen, monteren. Dat doe ik ook. Dus dat ga ik thuis doen, dan ben ik op mijn gemak. En vanavond komen Stef en Daan, die twee gasten die we ook gezien hebben op Pukkelpop. De Limburger en een Antwerpenaar, waarvan één is meegedaan aan Peking Express. Maar die komen dus vanavond eten bij ons. Ik heb totaal nog geen idee wat ik ga maken. Ik weet ook niet of ik het ga weten, maar we zien wel. Oh, fuck. Zeg, wat heb jij meegebracht? Taart, ik heb gebakken. Het is van de nee, het is echt wel zelf gemaakt. Je ziet het, want er zijn zo van die kleine dingetjes kapot. Het is eigenlijk niet perfect. Maar het is wel lekker. Maar het hoeft niet perfect te zijn. Nee, voilà. Als het met liefde gebakken is. Ja, sowieso, dat wel. Je zit hier al aan mijn poes? Ik ben een poesvriend.
Ja, ik heb me veel aantrek van poezen eigenlijk. Fancy, hè? Ik ben hier zeer content. Ik ben benieuwd. Proef eens. Ja. Wacht, wat moet ik proeven? Zo eentje? Kies maar. Oh, je hebt er zelfs met geur. Mijn mond nog doen. Ja, het helemaal vol, maar... Ja, lekker. Zit je weer aan mijn poes? Ik ben niet verslaafd, Paul. Ik heb het alleen nodig. Ik zal u eens een goede tip geven. Iets heel tof om te doen in uw huis of in uw appartement of in uw doos. Als je... volk krijgt. Kom eens. Je moet Instax kopen. Dus zo'n Polaroid zoals vroeger. Iedereen die op bezoek komt, daar maakt hij een foto van. En dan plakt hij die in uw toilet. Allemaal naast elkaar. Dus, Vandaan en Stef moeten ook eentje maken. Een Polaroid is trouwens zo'n fotocel waar een foto meteen uitkomt. Maar nu moet jij iets bedenken. Maar er bestaat ook zo'n hoesje dat je aan je iPhone kunt plakken. En dan print je... Maar dus, je koopt dus dit. Nu moet je iets bedenken. Want jij moet op de foto met Stef en plakken we je ook in het toilet. Oké. Okay. Ben je klaar, hè? 3. En daar is de foto, maar nu moet je wachten tot hij klaar is. Ik kan niet wachten. Kijk eens, jullie zijn klaar. Oh. En dan hangt je die foto op het toilet bij al de rest. Zie, er hangen er al een paar. Anne en Alexander, Maarten, Steven en Cato. En zij komen dan hier bij. Ga je doen? Ah. Ah. Het is toch heerlijk als je zo dom bent. Je hebt geen zorgen. Ik wou dat ik ook zo dom was. Ik moet even duidelijk zeggen, we zijn nu ongeveer 4 uur later. We hebben 3 pizza's gegeten. We hebben ook wel best veel gedronken. Nu is het tijd voor de taart die Stef gekocht heeft. De bakker heet Stef Nellis. De bakker. Nee, hij is dus naar de bakker gegaan om een lege doos te kopen voor 10 cent. Ja. 10 cent. Maar dus? Met frieten. Ja, nee, dus met zo van die orangettekens zo. Kent je dat? Zo van die confijten appelsien. Zie, kijk een keer, onze zetel is een bed geworden. Het is dan ook een zetelbed eigenlijk, hè? Ja, dat is waar. Zeg, slaap wel, hè? Ja, slaap wel, hè, jongens? En braaf zijn, hè? Altijd. Sweet dreams. Volgens mij was Britney Spears. We zijn vanavond in Ronse, dat is bij Oudenaarde, Oost-Vlaanderen volgens mij nog. Bekend van de lang uitgestrekte landschappen, paarden, koeien, molens. Laat ons zeggen dat de natuur vooral prachtig is, dat er voor de rest niet zo heel erg veel te doen is. Maar we zijn hier om samen te eten met de familie van Bastiat, omdat zijn oma 80 geworden is. En we hebben hier in dit straatje, zo aan het bos, wat foto's gemaakt van de hele familie en zo, omdat dat gewoon weer lang geleden was. En dat het tof is om een keer iedereen op de foto te zetten. Maar nu kijk ik vooral uit naar zo het classic bomma eten. De politie zei dat er geen reden was voor paniek. We zijn op het punt gekomen en mensen moppen beginnen te vertellen. En mijn schoonbroer is dus mopjes te vertellen, maar ze zijn eigenlijk niet... Ik vrees dat als ik ze op YouTube gaan ze mij rapporteren als ik ze tegen laat. Hoe oud zit jij? 14? Wat gaat er van u worden? Wat zijn uw plannen? Nu ga ik gewoon Overwatch spelen waarschijnlijk. Wat zijn uw plannen in het leven? In het leven? Ja. Ik weet niet, ja. Studeren. Ik wil uw broer even. Ah, Overwatch streamer worden. Ja? Dat is een tweeling, hè. Hij ziet het bijna niet. Ja. Zie, Nicky, wat een schattige broer. Ja. En nooit ruzie, hè. Nooit. Nooit ruzie? Nee, echt nooit. Zeg Toon. Zeg Jan. Je weet toch dat liedje, zo van... Weet je van wat dat komt? The Wolf of Wall Street, hè. De film, hè. Dat is niet waar. Iedereen denkt dat, maar je moet eens luisteren naar het nummer van Dimitri Vegas en Like Mike en naar de film kijken. En in de film is dat melodietje anders. Super slim van Dimitri Vegas en Like Mike, want ik denk dat ze op die manier geen cent hebben moeten betalen. Dat is eigenlijk, daar is over nagedacht. En iedereen denkt dat dat wel datzelfde is. Het is maar naar het weten. Amai, nu is het toch een verrijking van mijn kennis nu eigenlijk. Merci Jan. Kijk, zo komt je al een keer iets te weten, hè. Maar dit was de vlog voor vandaag. Oh
Oh, dat duurt lang. Dat blijft gewoon gaan. Ja, whatever. Vond je deze video leuk? Geef zeker een duimpje omhoog. Als je nog iets wilt weten, zeggen, vragen, whatever. Kan hieronder in de comments. En woensdag is er een nieuwe vlog. Tot woensdag. Het is wel 9-11 vandaag, hè? 2 weken New York. Maar, goh, echt, ja, ik ga even onder de studiotafel grijpen. Geniet ervan, hè? Jaloers. Dag, Sarah. Onder de studiotafel? Ja. Oh, je zit dat hier aan het opnemen, dus ik moet dat ook echt doen. Kijk, radio-dj's liggen nooit.